Goedemiddag iedereen en welkom bij deze lunchsessie van de tijd. De vijfde intussen en ook meteen de laatste in onze reeks van webinars over het corona-effect, waarbij we met experten onderzoeken hoe de pandemie onze wereld verandert. Ik ben Stefanie de Smet, journalist bij de tijd. En ik ben hier vandaag in het gezelschap van twee bedrijfspsychologen. Steven Volmans, professor aan de Antwerp Management School en Piet Willeman, partner bij Wombat. Allebei met veel ervaring op het terrein als coach van managers en ondernemers. Welkom, heren. Welkom ook aan alle deelnemers. Ook vandaag weer zeer talrijk opgedaagd. We hebben op voorhand al een pak vragen binnengekregen en we merken duidelijk dat er veel mensen alvast zoeken om in deze tijden beter leiding te geven. We werken allemaal op afstand, iedereen doet zijn ding, maar doen we genoeg als team en gaat iedereen wel de juiste richting uit. De vraag is, wat blijft er over na post-corona en wat moeten we leren uit deze crisis? Voor we van start gaan, schets ik nog even de spelregels. Deelnemers die tijdens deze sessie vragen hebben, kunnen die stellen via onze chat. We zullen die zoveel mogelijk proberen te beantwoorden. Mijn collega Meike de Roest zal dat in goede banen leiden. Wie dat wil, kan de opname van deze sessie later nog herbekijken via onze site. En er zal ook online een artikel verschijnen met de belangrijkste punten van wat we hier vanmiddag bespreken. Tijdens dit webinar zullen we jullie ook twee keer een vraag stellen via een poll. Weet dat dat volledig anoniem verloopt en het zal natuurlijk input geven voor onze discussie. Heren, de reden waarom we jullie vandaag hier samen hebben uitgenodigd is uiteraard omwille van de praktijkervaring die jullie hebben. Jullie kennen elkaar ook goed. Maar hebben elkaar ook gevonden in wat jullie hebben zien veranderen de laatste maanden op het terrein. Want we kunnen er niet omheen. Corona brengt wel wat teweeg. Misschien eerst starten met een poll, iedereen. Zo is iedereen meteen wakker. Een eenvoudige vraag om mee te starten. Ik communiceer met mijn team vandaag meer dan voor corona, evenveel als vroeger of minder dan voor corona. Piet, deze vraag gaat natuurlijk al wel naar de essentie van efficiënt leiding geven. En uit de interesse van voor deze webinar merken we dat veel mensen eigenlijk zoekende zijn. Ze beseffen dat het anders moet. Is dat ook jouw ervaring? Ik denk dat een eerste conclusie die je al kan trekken, of die wij komen bij behoorlijk veel bedrijven, virtueel of fysiek over de vloer. En eigenlijk zijn dat... is dat de voornaamste vraag die heel veel CEO's, managementteams ontstellen, is hoe kan ik mijn team bijeenhouden? Hoe kan ik mensen, het welzijn van mensen, het goed functioneren van mensen, begeleiden, verbeteren in deze lastige tijd? Dus mensen willen het wel goed doen. Dat is een, en we zien dat ook meer in de eerste weken van de eerste lockdown. Ging het misschien nog over functioneren en de boel draaien. Nu zie je dat veel meer het over gaat van hoe zorg ik dat mensen... ja, goed functioneren, zich goed voelen en dat ik mijn team kan bijeenhouden. Dus de vraag is echt wel urgent. We kregen heel veel vragen binnen over contact houden met mensen. Iedereen zit thuis en doet een beetje zijn ding. Het is niet altijd duidelijk waar iedereen mee bezig is of iedereen mee is. Ondertussen krijgen we de resultaten van de poll. Opmerkelijk toch, een meerderheid slaagt erin om zeker evenveel te communiceren met zijn team. 30% doet het meer dan voor corona. En nog eens een derde netjes verdeeld, minder dan voor corona. Dat is natuurlijk een eerste stap in het aan de vinger aan de pols houden van waar iedereen mee bezig is. Maar veel vragen kwamen ook over verbinding. Hoe lukt dat om in deze tijden verbinding te maken met je team? Wat wij bij vele klanten zien en klanten die het... Die goede ervaringen hebben, zal ik maar zeggen, is, je hebt natuurlijk het individuele contact, en daar komen we straks ongetwijfeld nog op, maar wat heel belangrijk is, dat je als managementteam, als CEO, als leider, van voren durft gaan staan en het grote verhaal vertellen. Hè, of het grote verhaal van jouw bedrijf of van je afdeling. En dat je echt die connectie blijft maken. We merken dat heel veel, wel wat CEO's, op dit moment zeggen, het is niet het moment om van voren te gaan staan, mensen zijn er niet mee bezig. Het is niet aan ons om te gaan shinen, dat soort dingen. En dat vertrekt van een nobele bedoeling ongetwijfeld, maar we merken in de contacten die we hebben ook met de mensen op de werkvloer, dat zijn net vragende partijen.
dat zijn net zo vragende partijen om te horen van waar gaat het bedrijf naartoe? Hoe connecteer ik deze crisis met waar we mee bezig waren? Waar gaat het heen? En eigenlijk is dat ook logisch. We zitten heel veel thuis. Grenzen vervaren. Onze partner ziet ons bezig. Want heeft plots ziet wat wij doen voor het werk en dat soort dingen. Wat voorheen misschien niet was. En je begint die vragen te stellen. Is dit nog wel mijn bedrijf? Is dit nog wel mijn team? Is dit nog wel wat ik wil? En ja, mensen verwachten dat de leider van voren gaat staan. En als het dan concreet gaat over motivatie, want je kan wel communiceren en dus het grote verhaal vertellen, maar mensen ook gemotiveerd houden om iets extra te doen, om zich te blijven hard inzetten voor een job. Hoe pak je dat best aan? Oh, uiteraard zijn daar veel mogelijkheden voor, maar ik ga misschien een voorbeeld uit de praktijk geven. Een van onze klanten, en die kan ik met naam vernoemen, is Bos Paints uit Wargem. Die mensen... Ja, we zijn allemaal beginnen schilderen in de eerste lockdown. Dus die had een ongelooflijke vraag naar verf en bortels en al hun producten. En die konden niet volgen. Die konden gewoon niet volgen. En wat er toen gebeurd is, eigenlijk in een soort spontane 1-2 tussen management en mensen op de werkvloer, is dat iedereen in zijn eigen privéauto gesprongen is om bestellingen aan huis te brengen. En dat is eigenlijk de beste teambuilding die ze ooit gehad hebben. Veel meer dan allerlei leuke activiteiten rond hybriditeven en dat soort dingen. Of een tweede voorbeeld dat ook in de tijd gestaan heeft, Ronnie Byens van Connections, reissector, compleet tegenovergestelde van de verfsector, die helemaal plat ligt. En die heeft besloten van, kijk, het zal niet veel opbrengen en we doen het niet voor het geld, maar we gaan een luxe camping openen in Durbuy of we zijn nu virtuele wandelingen aan het doen met onze stadsgidsen in New York, of in Bangkok, waar ze nu toch maar met hun vingers zitten te draaien. En je doet het niet... Hij zei letterlijk, ik doe het niet zozeer voor het geld. Want het is sowieso een verloren jaar. Maar ik doe het eigenlijk om mijn mensen iets te doen te geven. En je merkt dat ook in de contacten die we hebben met mensen op de werkvloer. We zeggen soms wel eens een beetje oneerbiedig, mensen zijn border collies. Je moet ze iets te doen geven, dan worden ze gelukkig. En anders... Je moet ze achter iets laten aanlopen en dan worden mensen gelukkig. En ik geloof dat ook echt. Mensen vragen, er is het boek van Rutger Bregman, de meeste mensen deugen. Ik zal dat willen parafraseren, de meeste mensen willen graag meedoen. En dat is een veel groter gevoel van welzijn. Je verwees daarnet naar het hyperitieven. Veel mensen hebben ook wel een hyperitief al gedaan met het bedrijf. Of hebben een quiz online gedaan. Veel vragen gaan ook, om daar even op aan te sluiten, over die teamspirit, die groepsdynamiek. Je zei al, ja, je kan extra werk creëren. Zijn er nog andere dingen? Want sommige vaak botsen op een muur van cynisme met zo imperatief initiatieven die heel snel geforceerd overkomen. Wat kan je daar precies voor doen? Ja, ik denk dat dat... in sommige gevallen wel terecht is, dat cynisme. Als dat soort activiteiten... En ik besef dat die goed bedoeld zijn. Maar als dat soort activiteiten komt in een bedrijf of in een organisatie die eigenlijk tot dan toe weinig met welzijn op het werk bezig was of met motivatie en betrokkenheid en bedrijfscultuur en dat soort dingen, ja, dan kan dat wel cynisch overkomen, inderdaad. En ik denk ook in de bedrijven die daar wel mee bezig zijn, of die daar al langer mee bezig waren, is dat een nice to have en een nice add-on. En dan merken we ook, dat wordt echt wel geapprecieerd. De eerste keer. En de tweede keer misschien ook. En daarna denk je van, ja, dat is iets dat erbij komt. Hè. En ik blijf denken dat, en dat is wat wij dan horen van mensen op het werkvloer, dat het de combinatie is van een verhaal geven van en een richting geven, zeggen dit is waar we heen gaan, gecombineerd met het vertrouwen van daarbinnen, vertrouw ik jullie en ga en ik geef, ja. Je vindt je voldoening in de job die je doet en het feit dat je je job doet in moeilijke omstandigheden ook. Steven, misschien even, ik zie dat er in de chat wat mensen reageren op de poll die we gelanceerd hebben. Die melden van ja, het gaat natuurlijk over hoeveel communiceerde je op voorhand en uiteraard... Communicatie moet misschien niet zomaar meer of minder zijn. Het gaat er ook om hoe. Maar veel vragen die mensen stellen zijn zeer, zeer, zeer concreet over die communicatie.
Hoe moet je best communiceren? Individueel met je medewerkers of zoveel mogelijk in team? Hoe vaak? Met welke tools? En hoe eigenlijk, hoewel het zeer veel tijd natuurlijk vergt, zorg je ervoor dat niemand uit de boot valt en dat iedereen genoeg aandacht krijgt? Dat is een zeer complexe vraag met heel veel subvragen. Ik zou zeggen, meer dan een kwestie van meer of minder te communiceren, en dat zie je wel in de chat verschijnen, gaat het om meer gericht te communiceren. Ik denk dat deze coronatijden en eigenlijk de push naar virtueel werken, die nu echt geaccelereerd is door het coronavirus, dat we veel meer bewust moeten omgaan met die communicatie en meer moeten nadenken voor we communiceren en naar de default communicatiekanalen gaan grijpen, zoals e-mail bijvoorbeeld, van wat is eigenlijk wat is het beste kanaal, wat is het beste medium, wat is de beste frequentie? Dat je daar echt bewust over gaat nadenken, en eigenlijk situationeel leiderschap gaat toepassen. Situationeel leiderschap is het concept dat je eigenlijk je communicatie moet aanpassen in functie van iedere persoon, in functie van zijn persoonlijkheid, zijn verwachtingen. Is dat een persoon die meer een warme communicatie verwacht en ondersteuning nodig heeft? Is dat een persoon die meer sec, to the point, en laat mij gerust, communicatie verwacht en nodig heeft? Maar ook goed je medium of je kanalen gaat kiezen. Je zou eigenlijk een 2x2 matrix kunnen tekenen, waarbij je zegt, oké, is dit gesprek of deze communicatie meer rond de relatie, die relatie voeden, of gaat het meer om een bepaalde taak die moet uitgevoerd worden, verantwoordelijkheid die moet uitgevoerd worden, aan de ene kant. En aan de andere kant is er meer nadruk op data, moet ik data overbrengen of verzamelen, of gaat het meer om intuïtie en ervaring en dingen aanvoelen als we bepaalde beslissingen moeten nemen. En in functie van die twee assen krijg je eigenlijk verschillende vormen van communicatie. Als het gaat om taak en data, oké, dan is het misschien interessant om met geschreven communicatie te werken, e-mail, de klassieke e-mail, maar ook allerlei tools die net taken verdelen en spreiden over mensen zoals Trello, Monday, Slack. Al die tools die eigenlijk net daarvoor gemaakt zijn. En dat maakt dat eigenlijk communicatie virtueel zeer vlot verloopt, want ja, die tools zijn daar net voor in elkaar gestoken. Als er de nadruk veel meer ligt op de relatie of relatieoriëntatie, mensen ondersteunen en mensen gaan aanmoedigen, dan is het uiteraard belangrijk dat je een communicatiemiddel gebruikt waarbij ofwel het gezicht of de stem te horen zijn. Dus rijkere communicatie die meer menselijk is. En dan gaan we meer naar face-to-face natuurlijk, of al die teleconference-mogelijkheden. Als het een combinatie tussen de twee is, waar we eigenlijk wel een taak moeten uitvoeren, maar we moeten ook een stuk overleggen, dan gaan misschien andere tools, zoals de Google Suite of MS Teams, meer van toepassing zijn, omdat we zowel documenten kunnen delen met elkaar, maar ook spontaan vlug een chat openen, of zelfs iemand bellen. En daar heb ik een hele mooie praktijk gezien in een aantal bedrijven die zeggen, oké, die namiddag of die voormiddag zetten we ons allemaal in een Google Suite of een MS Teams, hangt er vanaf welke operatienetwerk dat je gebruikt. En we zetten dat gewoon open. En dus we zijn beschikbaar voor elkaar en we kunnen op ieder moment elkaar contacteren, gaan chatten. En het gaat ook soms heel informeel eraan toe. En dan zijn er ook, middelen zoals WhatsApp, die enorm zijn toegenomen in hun gebruik, die ook natuurlijk zeer multifunctioneel zijn, die misschien zich meelenen voor meer informele communicatie. Daar kan je ook een berichtje inspreken dat dan op een later tijdstip kan besproken worden of waarop kan gereageerd worden. Dus de boodschap is heel duidelijk. Ten eerste, zeer bewust het medium kiezen voordat je gaat communiceren in functie van wat heb ik hier voor mij. En een tweede tip, de frequentie. Ook zeer goed nadenken over de frequentie. Een zeer goede praktijk is een vast tijdstip in de week. En dan afhankelijk van hoe frequent het moet zijn, misschien iedere dag of om de 2 dagen of 1 keer op de week of 1 keer om de 2 weken,
maar een vast tijdstip, zoals dat voorspelbaar wordt. Want mensen in tijden van onzekerheid hebben behoefte aan voorspelbaarheid. Dus als ze weten, het is nu even moeilijk, maar ik weet dat iedere maandag of iedere maandag en donderdag om 4 uur in de namiddag ik connecteer met mijn leidinggevende. En dan kunnen mensen daar naar uitkijken, kunnen hun lijstje maken van dingen die ze willen bespreken. Het is ook de voorspelbaarheid van de frequentie is denk ik zeer belangrijk. Een opvolgingsvraag van iemand in de chat is ook, ja goed, hoe breng je dat dan in kaart? Wat moet je rekening houden met wie op welke manier wil communiceren, wat het beste is voor het team? Of probeer je dat als manager ook zoveel mogelijk te doen kloppen natuurlijk? Dus moet het meer van bovenaf georganiseerd worden? Hoe pak je dat best aan? Ja. Wel, om mijn goede vriend Piet te citeren, we hadden het er straks nog in de voorbereiding erover, vraag het aan de mensen. Ja. Dus dat is een beetje contra-intuïtief, maar waarom niet iedere persoon daarop aanspreken en gaan kijken welke communicatie voelt jij het gemakkelijkste bij, waar voelt jij het meest comfortabel bij. Maar natuurlijk ook vanuit de leidinggevende. Ik heb voor deze coronacrisis heel veel onderzoek gedaan rond telewerk, rond thuiswerk. Dat was eigenlijk mijn thema van onderzoek, centraal thema. En daar zag je al dat er een aantal criteria zijn die we in rekening mee te houden als we gaan vanuit thuis uitwerken en als het team vanuit thuis uitwerkt. En een heel belangrijk criterium is interdependentie. Dus in welke mate zijn mensen onafhankelijk van elkaar in een team om een resultaat te kunnen leveren? Als die interdependentie, die interafhankelijkheid zeer groot is, dan is het absoluut noodzakelijk om in een virtueel teamverband te gaan werken. Ja? En om dus die tools te gaan gebruiken, typo Trello, Monday, Slack, ja? Google Suite, MS Teams, enzovoort, enzovoort. Als personen een vrij goed idee hebben wat hun takenpakket is, en dat kan zeer goed geformuleerd worden in de vorm van objectieven, dan kunnen mensen vrij veel autonomie krijgen. En dat is ook belangrijk, dat is het grote voordeel eigenlijk, dat ook al voor de coronacrisis meekwam met thuiswerk. Thuiswerk geeft enorm veel autonomie aan mensen. En daar hebben ook heel veel mensen behoefte aan. En dat vinden ze fantastisch. Ik voorspel nu al dat met de coronacrisis de push naar virtueel groot is geweest, maar we gaan er niet meer van terugkomen. Dus die trend gaat zich gewoon verder zetten. En voor heel mensen die graag autonoom werken, op hun eigen ritme, op hun eigen tijdstippen, is dat eigenlijk zeer goed nieuws. Het is minder goed nieuws voor mensen die eigenlijk heel graag werken binnen een heel strikt tijdschema, van 9 tot 5, van 9 tot 6, tot 7, die heel graag een scheiding maken tussen werk en gezin. Die personen zijn er ook. Die hebben daar eigenlijk niet zoveel boodschap aan. En die willen eigenlijk toch wel graag een duidelijk schema toch nog naar het werk komen, hun collega's zien. Dus het is eigenlijk, om een conclusie te trekken, opnieuw een beetje afhankelijk van de persoon. Maar, en vraag het hen dus, wat voor hen het meest gemakkelijke, meest comfortabel is. Maar als het team sterk onafhankelijk is, dan moeten we toch die tools gaan gebruiken die het volledige team in kaart kan brengen. Een concrete vraag die er ook was over balans in leiderschap. Heel veel bedrijven zitten vandaag in acute problemen. Het is een crisismodus, dus er moet crisismanagement gebeuren. Tegelijkertijd wil je vooruit. Dat gaat dan ook over die groepsdynamiek, het project. We hebben het doel, we hebben een ambitie. We moeten nieuwe initiatieven nemen. Hoe organiseer je dat, Steven, dat evenwicht? Ja. Wel, om hier mijn collega Hugo Marijnissen, die echt een expert is in crisismanagement, te citeren. Eigenlijk al voor de pandemie was eigenlijk die modus van crisismanagement de new normal geworden. We zien in heel veel bedrijven, ook klanten waar ik mee werk in mijn consultingpraktijk, de grootste klacht die ik hoorde was acceleratie. Het gaat allemaal zo snel, dus eigenlijk continu in die crisiscommunicatiemodus. Er moeten eigenlijk continu brandjes worden geblust. En eigenlijk het gevolg daarvan is dat we geen tijd meer hebben om een stapje achteruit te zetten. Ja, is neer te zetten van wat is er precies misgelopen? En wat kunnen we doen om die volgende crisis te gaan anticiperen?
Dat is de nummer één klacht die ik hoor in bedrijven. Dus hoe ga je daar rond organiseren? Wel, als we kijken, bedrijven die in serieuze crisissen de tijd hebben genomen om te leren van de crisis, dan zien we dat die ook in de stockmarkets veel sneller gaan terugbouncen. Die gaan terug niet enkel naar hun oorspronkelijke positie terugkeren, maar zelfs verder springen en een hogere beursnotering krijgen dan voor de crisis. Wat is het element dat het verschil maakt? Rond de tafel gaan zitten, sensemaking, dus trachten te interpreteren wat er precies is misgelopen, oplossingen daarvoor naar voren schuiven en die meteen implementeren in de volgende ronde om daarmee aan de slag te gaan. Dus hoe organiseert u dat ons? Ja, je moet er echt tijd voor maken. Ja. En de verleiding is zeer groot, want de volgende crisis staat weer achter de deur te wachten. En dan moet er weer een brandje geblust worden. Maar als we continu blijven vooruithollen, dan gaan we dezelfde fouten terug opnieuw maken. En er is niks zo frustrerends voor medewerkers dan dat. Om opnieuw met dezelfde fouten in confrontatie te komen. Dus beter even een stapje achteruit zetten, diep over nadenken, oplossingen uitwerken, voor terug in gang te schieten. Er is nog een vraag binnengekomen van een deelnemer die inspeelt op die autonomie waarover u het had. Ja, mensen gaan zich anders organiseren, willen ook wel autonomie hebben, maar ze halen ook energie uit contact met collega's, uit het ventileren. Met thuiswerken is dat veel moeilijker. Is dat iets waar u ook al naar gekeken hebt? Jazeker. Dus, het is eigenlijk een van de meest fundamentele paradoxen, waar ik het ook over heb in mijn boek, Paradoxes of Leadership, is aan de ene zijde zeker afstand houden, aan de andere kant verbinding maken. Aan de ene kant meer gericht zijn op die taak en het probleem oplossen, of meer zoeken naar de relatie. Wat ik eigenlijk argumenteer, wat ik zie, wat we hebben gezien in ons Neurotraining Lab, als we managers in actie observeren, zij die betere resultaten behalen, die gaan eigenlijk die paradoxen in balans brengen. Dus het gaat van of naar en. We moeten beide doen. En we zien dat de managers die eigenlijk de beste resultaten halen, dat die eigenlijk continu switchen tussen die twee modussen. Tussen meer op de taak gericht zijn en meer op de relatie gericht zijn. En daar een goede balans in vinden en niet doorschieten naar het een of naar het andere. In crisistijden, zoals nu in de coronacrisis, is er een grote neiging om door te schieten. Ja? Dus volledig gaan focussen op de taak, want er moeten problemen opgelost worden. En dat moet nu gebeuren, dat is dringend. Dus mensen schieten soms door naar die crisismodus en worden een beetje een zeer autoritair directieve leider. Want die zitten continu in die crisismodus. En andere mensen schieten misschien wat door in dat verzorgende en dat verbindende. Want er zijn veel mensen die afzien en gaan zich te veel opstellen als die warme coach, wat ook belangrijk is. Beide zijn belangrijk. En het is de kunst eigenlijk om te switchen tussen de twee modussen en u aan te passen. Zelfs binnen het gesprek met dezelfde persoon. Dus hier gaat paradoxaal leiderschap een stap verder dan situationeel leiderschap. Zelfs bij dezelfde persoon in dezelfde situatie switchen tussen die twee modussen. En om dus ook heel concrete tips te geven. Hoe ga je motiveren in het taakgerichte? Wel, mensen moeten een duidelijke visie hebben. Daar gaan we naartoe. Daar had Piet het ook er straks over. Dat is de big picture. En management by objectives. Dus autonoom werken van thuis uit werkt niet als mensen geen duidelijke objectieven hebben. Je gaat eigenlijk controleren op de objectieven. Niet op de tijd die mensen eraan besteden. Maar gaan ze de objectieven nastreven en invullen. Maar langs de andere kant, ook heel belangrijk, die social support, regelmatig connecteren met mensen en verbinding maken tussen de meetings in. Hier citeer ik mijn oud-collega van bij de Vledingschool nog, Herman van den Broeke, die had het over nuttige overtolligheid. Nuttige overtolligheid, dat zijn zo die momenten die overtollig lijken, maar het wandelen in de wandelgangen. Het gesprekje aan de koffiemachine. Het babbeltje na de vergadering.
Dat is enorm belangrijk, nu nog veel meer dan ooit tevoren. Ja? En dus wat ik bijvoorbeeld doe, is altijd als er een meeting is, virtueel iets vroeger inloggen. Mensen ook uitnodigen om iets vroeger in te loggen, om dat meer informele babbeltje te hebben. Ook extra tijd voorzien na die virtuele meeting. Grote fouten die ik veel zie gebeuren, één meeting na de andere. En er is geen tijd tussen. Grote vergissingen. Dus buffers laten, nuttige overtolligheid, buffers laten tussen meetings om wat te blijven hangen. Zoals ook fysiek deden, ook virtueel wat blijven hangen na de vergadering. En je gaat zien dat mensen gaan dat patroon herkennen. Ja, en gaan dan ook bewust mee blijven hangen na de meeting. Dus dat moet ook een stukje gewoond worden. Zeer, zeer belangrijk. Nuttige tips, dank je wel daarvoor. Wat ook vaak terugkomt, is dat mensen uiteraard vandaag beseffen dat ze het anders moeten doen. Ze zoeken, ze weten het niet altijd zelf helemaal goed. In hoeverre, Piet, mag een manager zich in deze omstandigheden ook kwetsbaar opstellen? Of is het belangrijk dat hij vooral als standvastige leider, of zij, zich als standvastige leider presenteert? Ik denk dat dat geen tegenstelling is. Eigenlijk zelfs in tegendeel. Ik denk dat iemand die nu naar voren komt om te zeggen, ik weet het allemaal, en ik heb het niet moeilijk, en ik heb het allemaal onder controle, de naam Trump komt plots in gedachten. Het is niet iemand die noodzakelijkerwijs sterk en zelfzeker overkomt. Iemand die nu zegt, ik weet het allemaal, ik denk dat die liegt. Ik denk dat we allemaal beseffen dat die liegt of aan extreme vormen van zelfoverschatting leidt. Ik denk, we zijn allemaal kwetsbaar. Dit is een van de weinige situaties, we're all in the same boat. En ik besef, de boot is bij de ene groter en comfortabeler dan bij de andere. Je moet ook eens nagaan, we hebben de laatste maanden allemaal, en ik besef zeer goed, en ik wil er straks op terugkomen, dat we eigenlijk vooral over white collar bezig zijn de hele tijd. Maar we hebben de laatste maanden constant bij elkaars interieur binnengekeken. We hebben mensen in outfits gezien dat we niet wisten dat ze hadden. We hebben, en dat is iets wat, weet je, heel veel dingen, trends die we zien, zijn dingen die eigenlijk al langer bezig waren, maar die door corona niet nieuw zijn, maar plots naar boven gebracht worden. En once you see it, you cannot unsee it. En we hebben bij mensen binnengekeken. We hebben onze baas gezien met een Iron Maiden t-shirt en een poes op de schoot. En we cannot unsee that anymore. En in die omstandigheden, waarin we mensen hebben die ziek worden en sterven, waarin dat mensen hun job verliezen, in deze omstandigheden, je onkwetsbaar opstellen is niet alleen ongeloofwaardig, het is ook contraproductief. Wat niet hetzelfde is als je medewerkers belasten naar jouw problemen. Dat is iets helemaal anders. Maar toegeven dat je het zelf ook moeilijk hebt, vind ik best wel... is onvermijdelijk en is ook menselijk. En ik denk alleen maar normaal. En ik zag in de chat een opmerking die zei van... gedeeld leiderschap. En ik geloof daar heel hard in. Want je moet het niet allemaal zelf kunnen. Hè. Je kan best ook als CEO, als manager, als leider vertrouwen op de mensen om je heen. Hè. We hadden het al over vertrouw je medewerkers, maar vertrouw ook horizontaal om je heen en laat je ondersteunen en wees kwetsbaar. Dat is niet alleen niks mis, maar het is ook realistisch. Misschien een kleine opvolgvraag daarbij. Het is niet helemaal hetzelfde, maar het sluit er wel op aan. Er kwamen ook een paar vragen binnen. Als leider wil je natuurlijk empathie tonen. Je wilt veel begrip tonen. In deze tijd bestaat er zoiets als te veel begrip tonen. Dus je hebt aan de ene kant sommige mensen die op tijdelijke werkloosheid zitten of die een financiële klap hebben gekregen. Je wil er wel begrip voor hebben, maar op een bepaald moment, als die niet functioneren, moet je die wel meekrijgen. Dus hoe... zit daar gevaar in? Kan je daar te ver in gaan? Ik ga teruggrijpen op wat Steven ook daarnet zei. Ik denk dat het inderdaad zeer situationeel is, ten eerste. Ik denk in deze omstandigheid dat empathie cruciaal is. Je kan... Ja, het kan in sommige concrete gevallen te ver doorschieten. Ik denk dat je dat dan ook wel weet en ziet en dat je dan inderdaad alweer situationeel besluit om uit een ander vaatje te gaan tappen.
Maar een default positie van empathie is denk ik gewoon onvermijdelijk in deze omstandigheden. En ik zag inderdaad die vraag ook passeren op de chat van wat als ik met blue collar te maken heb, die er de kantjes beginnen van aflopen enzovoort. En wat ik dan net zei, we zitten hier constant over Zoom-sessies en management en dingen te praten wat bijzonder white collar is. Wij zijn momenteel een traject bezig in de circulaire economie in Frankrijk, wat eigenlijk een mooi woord is in de afvalverwerkingsindustrie en dus vuil, smerig, blue-collar werk, echt hard werk. Wat ik daar zeer boeiend aan vind, is dat ook in die omstandigheden, ook bij die mensen, ook in blue-collar situaties, wat dan we misschien het vooroordeel hebben dat al die fluffy dingen daar niet belangrijk zijn, dat zij het onwaarschijnlijk cruciaal en een bron van trots vinden, dat zij in dit concrete geval bijvoorbeeld een essentiële functie hebben. We hebben allemaal verschillen gezien, zeker tussen de essentiële functies van verplegers en vuilnispersoneel en supermarktpersoneel, wat we vroeger dachten, en dat we nu denken, hey, dat is essentieel. En dat merk je daar ook, en dat is een bron van trots. En dus als we het hebben over het grote verhaal, als we het hebben over groepsgevoel, als we het hebben over community en belonging, dan geldt dat minstens evenveel daar, en dat is misschien contra-intuïtief voor veel mensen, dat het toch niet zo fluffy is. Als binnen die groep inderdaad er individuen zijn die de kantjes van aflopen, dan nogmaals, dan zit je in een ander register dan cultuur en management en motivatie, dan zit je in het register van sancties en controleren. Maar laat ons daar niet spontaan van uitgaan. Goed, Arjen, dankjewel. Misschien even tijd nemen voor een nieuwe poll, de tweede van deze sessie. En ik wil daarbij nog eens graag herhalen dat die polls volledig anoniem gebeuren. De vraag is, ik weet niet of de mensen zien verschijnen, voilà, daar is hij. Hoe moeilijk is het in deze tijden uiteraard om je team bij elkaar te houden? Er is één antwoord mogelijk. Het eerste is, ons teamgevoel is hechter geworden. Het tweede, ons teamgevoel is ongeveer hetzelfde gebleven. Drie, ik heb het gevoel dat mijn team aan het uiteenvallen is in allemaal individuen. En vier, ik kan sommige teamleden bijna niet meer bereiken en sommigen hebben afgehaakt. Ik herhaal nog even voor de mensen die misschien wat later hebben ingecheckt, dat jullie vragen kunnen blijven stellen via de chat. Dat wordt ook druk gedaan. En dat jullie achteraf deze webinar nog eens volledig kunnen bekijken via de website van de tijd. En er zal ook nog een verslag verschijnen met de tips en tools die ondertussen al vermeld zijn. Zullen we daar zeker proberen in op te nemen. Heren, Steven en Piet, laat het ons nu even hebben over de veranderende rol van de manager en hoe onze organisaties door corona eigenlijk moeten of zullen veranderen. Een aantal zaken die op scherp gezet zijn. En een van die zaken kwam ook een paar keer terug, al in vragen die op voorhand gesteld waren, is de rol van de middelmanager. Piet, kan je dat eens uitleggen? Ja, graag. Ik zei daarnet wat corona, wat heel veel dingen die we zien, is heel veel trends die we zien, zijn eigenlijk niet zozeer nieuw dan een uitvergroting van wat er pre-corona al aan de hand was. En dat geldt met name vooral voor de vraag om middelmanagement. Ik denk dat 3 op de 4 vragen die we binnenkrijgen van onze klanten gaan over, of beginnen met, we hebben een probleem met als middelmanager. En dus dat is op een of andere manier een ongelooflijk topic, dat nu natuurlijk nog een stuk meer urgent geworden is, een stuk meer aan de orde komt. Omdat, het hangt een beetje vanaf hoe je de rol van middelmanagement invult, maar vaak in traditionele bedrijven is dat een hiërarchische rol en wordt die ook hiërarchisch ingevuld. Gaat het over controleren, gaat het over mensen bij de les houden, gaat het over heel dikwijls nog altijd top-down informatie. En ik moet toegeven, de vragen die we dan aan management en CEO's krijgen is, waarom geeft dan middelmanagement die informatie niet door? Dus dat is duidelijk in een visie op middelmanagement als ja, de luide Moskou van het management of de werkvloer. En ja, die rol staat nu geweldig onder druk. Want je kan niet gaan controleren. Je kan niet gaan, veel moeilijker toch, gaan controleren en gaan nagaan. En niet alleen kan je het moeilijker gaan doen,
In heel veel gevallen, en dan kom ik terug op wat ik daarnet zei, mensen vertrouwen, blijkt dat al die controle misschien ook niet altijd zo nodig was. Omdat je mensen best wel kan vertrouwen, omdat mensen, als ze een autonomie krijgen, daar best wel goed mee omgaan. En dan blijft die middelmanager daar staan, en we zien dat heel dikwijls, in de rol van, ja, maar wat moet ik nu gaan doen? Want ik heb net een deel van mijn job aan de werkvloer gegeven, aan de mensen onder mij gegeven. Wat moet ik nu gaan doen? En als je daar radicaal over doordenkt, zou je naar analogie van de retail sector en andere dingen kunnen zeggen, cut the middle management. Ik denk dat dat een zeer slecht idee is. Een provocerende vraag. Nodig. Maar die vraag komt op. Heb ik nog wel een middle management nodig? En ik denk, wat corona aantoont, is dat je het meer dan ook nodig hebt, maar wel een compleet andere invulling, of een grotendeels andere invulling, dan die hiërarchische invulling waar ik over sprak. En ik wil het woord superverspreider niet gebruiken in deze tijd, maar het zou toch minstens een supergeleider moeten zijn. Waarbij dat die eigenlijk gewoon proberen de flow en de energie tussen de verschillende lagen. En het is niet alleen de laag, het is niet alleen verticaal, het is ook horizontaal. Het is een team coördineren, team bij elkaar betrekken. Wij hebben een klant waar tot voor kort middelmanagers, teamleiders, buiten het puur functionele, dit is de taak die jou deze week of vandaag voorlegt, nauwelijks contact hadden met hun teamleden. Wel nu, die zijn nu in coronatijden begonnen met elke dag of om de twee dagen een kwartiertje teamvergadering. En zelfs nog altijd heel functioneel, want dat was al heel vooruitgang. En plots ontdekken die dat er een heel andere invulling van die rol is, namelijk ik moet niet gaan vertellen wat mensen moeten doen, ik moet die gaan controleren. Of dus gaan, ik moet zorgen dat het gaat, dat iedereen heeft wat hij nodig heeft om zijn job te kunnen doen. En dan zie je daar typisch twee reacties op. Dan zie je daar de reactie op van bevrijding. Van, oh, ik mag dit gaan doen. En eigenlijk is het zoveel leuker dan mensen achter hun veren te gaan zitten. En dat zal altijd een deel van hun job blijven, uiteraard. Of je ziet, ik ga al een veel te groot woord gebruiken, angst. Van, dit is een rol waar ik niet voor opgeleid ben. Je ziet ook dikwijls dat middelmanagement teamleden zijn die doorgegroeid zijn, dus die komen vanuit die technische positie en die zijn daar niet voor opgeleid. En nogmaals, ik denk dat dat een evolutie is die we al zagen pre-corona en die omschakeling van controlerende rol naar faciliterende, coördinerende, inspirerende rol binnen, die was al bezig, maar die moet nu plots in heel tempo doorgevoerd worden. En dat is natuurlijk voor een aantal mensen die eerder met die traditionele rol vertrouwd zijn, bijzonder. Even vragen aan Roland en Meike, onze supporters hier, of we de resultaten van de polder ondertussen kunnen bijhalen. Om nog eens in te pikken op dat teamgevoel, want het haakt natuurlijk in op die veranderende rol ook van de middelmanager, die veel minder functioneel, maar veel meer coachend moet gaan werken. Dat hangt er natuurlijk ook vanaf hoezeer die zijn team kan bijhouden. En dan zien we toch dat bij velen het teamgevoel ongeveer hetzelfde is gebleven. Bij sommigen 16% het teamgevoel is hechter geworden. En een aantal, maar dat is een derde en een minderheid, die het iets lastiger hebben om allemaal bijeen te houden. Steven, misschien inpikkend op wat Piet daarnet zei. Veel vragen kwamen ook over het verschil tussen micromanagement. Mensen werken op afstand, je moet ze vertrouwen geven, maar hoe controleer je wel dat ze het juiste aan het doen zijn en dat ze productief zijn en coaching? Als dat niet je gewone manier van werken is, maar je moet dan ook overschakelen, je moet veranderen, hoe moet je dat dan best doen? Oké, wel, ik ga terug bij het idee terugkomen van situationeel leiderschap. Het hangt heel sterk af van iedere persoon in je team. Er gaan mensen zijn die meer of minder behoeften hebben daaraan. Het is een bepaald type dat ook in voor-coronatijden ook werkend op kantoor behoefte hebben aan micromanagement. Dat zijn heel vaak personen die meer perfectionistisch zijn, die meer detailgericht zijn, graag de puntjes op de i zetten en die ook heel sterk gericht zijn op processen, het managen van processen, die daar zeer goed in zijn, het organiseren, administreren. Wel, dat zijn mensen die eigenlijk verwachten ook van een leidinggevende, dat die dicht op de bal zit,
Omdat het is eigenlijk voor hen een vorm om te zien of die leidinggevende wel een meerwaarde heeft en eigenlijk wel op de hoogte is van wat er allemaal gaande is. En ook al voor coronatijden waren mensen die meer behoefte hadden aan autonomie en die zeer zelfstandig zijn. Ook in het onderzoek dat ik heb gedaan, al voor coronatijden rond thuiswerk, zagen we dat een van de belangrijkste elementen voor een leidinggevende om te beslissen om al dan niet thuiswerk toe te kennen aan een medewerker, om dat toe te laten, was de perceptie van in welke mate dat die medewerker goed was in self-leadership skills. Ja, en in welke mate of die persoon zichzelf kon organiseren. En dat is denk ik heel belangrijk. Hè. Ik denk al dat je weet van voor corona in welke mate die persoon in staat is om zich autonoom goed te organiseren. Ja. Is hij daartoe in staat? Dan zou ik voortbouwen op wat Piet daarnet zei. Hè. Zij die dat niet zozeer hebben, moeten daarin ondersteund worden. En ik zag het ook in de chat voorbij komen. Iemand zei, hè, is dat niet een mens? Juist om mensen meer te gaan empoweren hè, en meer te gaan vormen rond het zich autonoom hè, gaan organiseren. Absoluut, hè. Ik ben het er absoluut mee eens. Hè. Dit is een grote gelegenheid. En die mensen moeten dan inderdaad hè, veel meer gecoacht worden. En dit is een geweldige gelegenheid om die meer zelfstandig te maken, hè, de nodige tools te geven en ook te versterken in hun self-management skills. En dat is een win-win voor allemaal. Hè. Het is een win voor de middelmanager. Want die heeft een meer autonome persoon die ja, voor zichzelf kan zorgen. Maar het is ook een win voor die medewerker. Want dit is een future-proof skill. Dit zal alleen maar toenemen. Dit zullen we alleen maar meer en meer gaan vragen van onze medewerkers. Dat die ook zichzelf kunnen organiseren en kunnen opvolgen. En dat vraagt dus in dat situationeel leiderschapspatroon een andere aanpak. Meer coachend, meer ondersteunend. En wat als... ik wel als manager voel dat die verandering nodig is, dat wil, maar die bedrijfscultuur is er niet. Ik kan op mijn eentje natuurlijk niet de wereld veranderen. Hoe pak je dat aan? Wauw. Dat is een vraag die ik... dat is waarschijnlijk een van de most frequently asked questions als ik lesgeef over leiderschap. Meestal gebeurt dat na de eerste voormiddag. En dan komen er soms mensen schoorvoetend of wordt het echt een vraag in de les zelf, hè, waar mensen de hand op steken en zeggen van Steven, kunt je dit eens gaan uitleggen hierboven? ik ben volledig mee met je. Ik snap het, maar ik vrees dat we ja, dat je het eens boven moet gaan uitleggen. En mijn antwoord daarop is ja, maar verwacht niet van die mensen daarboven dat zij de organisatiecultuur nog gaan veranderen. Een organisatiecultuur, dat neemt wat tijd in beslag. Heel vaak komt de belangrijkste verandering net vanuit dat midden. Vanuit dat middelmanagement. Zij zijn eigenlijk de mensen die dat kunnen pushen. Dus wacht daar niet op. Wacht niet tot er een zegen komt van bovenuit. En je kunt eigenlijk beginnen met uw bubbel, uw departement, uw team, uw divisie, om eigenlijk een subcultuur te creëren. En mensen gaan dat zien. En ze gaan daar jaloers op zijn, dat kan ik je verzekeren. Dus begin met je directe omgeving. Wacht daar niet op. Jij kunt eigenlijk in uw team die sfeer, die spirit gaan creëren. Een leiderschapsstijl die meer gericht is op inderdaad coördineren, ondersteunen, zoals Piet er straks zei. Mensen ondersteunen, zelfstandig maken, autonome teams creëren. Gedeeld leiderschap, ook dus een deel van uw leiderschap delen met de meer senior personen in uw team. Begin er zelf mee, in uw team, in uw bubbel. Want als je daarop moet wachten, dan kan het soms lang duren. Maar wat het gevaar dan wel is, zoals dat iemand ook signaleert, is, goed, je kan als team en als manager dan wel aan de slag gaan met je team en dat team hechter maken, maar de afstand met de rest van het bedrijf of de rest van het grotere geheel, kan misschien daardoor net groter worden. Ja, of je kunt ook een trekkersfunctie hebben. Dus je kunt met dat initiatief de rest van het bedrijf meetrekken. En ik kan u verzekeren, er is een enorme draagvlak voor. Iedereen wil er eigenlijk wel naartoe. Dus die eerste en tweede generatie bedrijven, die wat afstandelijk mensen managed op basis van functiebeschrijvingen,
of objectieven. Dat was eigenlijk ook al voor de pandemie een beetje passé. We werken meer en meer met kennis, we werken meer en meer met service. Onze economie is meer en meer gericht en gebaseerd op kenniswerk en servicewerk. En daar kan je eigenlijk geen onderscheid maken in die persoon tussen de working man or woman en de persoon, de ouder, de zus, de broer, de persoon die erachter zit. Nicholas Negroponte of MIT Lab, Media Lab, die zei tegenwoordig in deze kennisbedrijven loopt het ganse fabriek iedere dag naar huis en moeten we hopen dat ze zondags terugkomen. Vandaar ook heel die trend dat er meer en meer moet gezorgd worden voor de persoon. Want als de persoon niet goed in zijn vel zit, dan zal ook de kennis vertroebeld worden. Als de persoon zich niet goed voelt zich niet gemotiveerd voelt, dan gaat ook die service daaronder lijden. Dus los van de coronapandemie was die beweging sowieso al bezig. Ik denk dat we hier echt leiderschap gaan kunnen onderscheiden. Die echte leiders, die waren er al aan bezig voor de pandemie, die gaan daar nu de vruchten van plukken, want die hebben die cultuur al een stukje gecreëerd en geïnstalleerd. En die gaan nu de pioniers zijn van die nieuwe bedrijfscultuur die we sowieso nodig hebben in deze moderne tijd. En wie zijn dan de belangrijkste trekkers in? De teammanagers? Of is het belangrijker dat vooral van bovenaf de directie daar absoluut een signaal in geeft en het grotere plaatje schetst? Ja, wel, laat me duidelijk zijn. Hè. Dus in alle grote managementmodellen rond verandering, leading from the top, of the support from the top, de ondersteuning vanuit het topmanagement is zeer belangrijk. Hè. Want die kunnen dan ook policies erachter zetten, die kunnen ook tools erachter zetten, zonder enige twijfel. Laten we daar heel duidelijk in zijn. Maar ik kom het zoveel tegen in bedrijven, dat eigenlijk het topmanagement niet mee is, eigenlijk een beetje achter de zaken aanholt, veel meer gericht is op die shareholders dan wel en de stakeholders dan wel op hun eigen personeel. Ja, en daar zien we, daar zien we echt uit het echte leiderschap naar boven komen. Bedrijfsleiders die daar al voor de crisis mee bezig waren, die al dat paradoxale leiderschap eigenlijk in zich droegen om zowel en te gaan managen naar de resultaten toe, als ook het creëren van welzijn en samenhang onder de personen. Dan stel ik toch wel vast dat het heel vaak die middelmanagers zijn die daar het voortouw nemen. En die dan mij, of mensen zoals Piet en ik, als professor of consultants, eigenlijk vragen om eens een presentatie te komen doen in het bedrijf, om dat ook eens uit te leggen aan het topmanagement. Goed. Mensen kunnen het doorgeven. Een vraag die ook, blijkbaar zijn veel mensen in tijden van corona manager geworden of leider geworden van een nieuw team, dat ze eigenlijk nog niet ontmoet hebben, dat op afstand werkt, telewerkt. En veel mensen vragen zich af in zo'n omstandigheden, hoe begin je daar eigenlijk aan? Hoe bouw je een team? Want je begint vooral met een groep van individuen. Hoe maak je daar een team van? Oké, dat is eigenlijk een hele mooie gelegenheid. Hè. Zie het als een uitdaging eerder dan een probleem. Ik denk dat we nu meer en meer tools in de handen hebben dan we vroeger hadden, om eens de verschillende persoonlijkheden of de cognitieve stijlen, de teamwerkstijlen, er zijn zoveel vragenlijsten tegenwoordig, om dat eerst eens in beeld te brengen. Ja. En dat is eigenlijk een hele toffe ook teambuilding-activiteit, waar dat het verschillende individuen is een vragenlijst invullen rond hun cognitieve stijl, hun persoonlijkheid, dat die data worden samengelegd, dat we zien hoe zijn we complementair ten opzichte van elkaar. Zijn er personen met een vergelijkbare persoonlijkheid of zijn er gaten in ons team? Zijn er bepaalde dingen die niet worden afgedekt? Dat is eigenlijk een heel goed startpunt. Het voordeel is dat je tegelijkertijd zelfkennis creëert in het team, voor ieder individu, maar ook je krijgt ook een beeld van het team als geheel. Dat is denk ik een heel interessant startpunt.
Waarom? Omdat het in het bouwen of het stimuleren van autonomie in personen het belangrijk is dat je voortbouwt op wat ieder persoon verwacht en hoe dat die in elkaar zit, ook voor situationeel leiderschap. Dus tracht dat eerst al eens in beeld te brengen. Wie heb ik in mijn team? Ja, ik heb ooit een van de meest spectaculaire 360 graden feedbackresultaten die ik heb gezien. Was een manager, ik zal het nooit vergeten, een country manager in Zwitserland van een groot Amerikaanse multinational. En ik was gevraagd als coach om daar feedback rond te geven. En ik zat neer met die persoon. Ja, ik heb gewoon gezegd van kijk, ik ga in dit geval naar u luisteren. Ik ben heel benieuwd. Hoe heb je dat gedaan? Want die persoon was nog maar 6 maanden in dienst, die manager. En die had schitterende resultaten via 360, dus zowel van zijn ondergeschikte als van zijn peers, als van zijn bazen. En die zei, Steven, ik snap het eigenlijk niet, want inderdaad, ik ben hier nog maar 6 maanden. En het enige wat ik heb gedaan, is vergaderd met mijn mensen, naar hen geluisterd, veel notities genomen, ja, veel van hen geleerd, ja, hoe dat zij dat in andere bedrijven doen, hè, als dat nieuwe medewerkers waren, hoe ze dat in dit bedrijf doen. Ik heb daar een rapportje van gemaakt en ik heb daar dan ja, een soort van ideale organigram rondgebouwd, hè, dat mensen het beste in elkaar zouden passen. En daar ben ik mee aan de slag gegaan. Dus ik snap het eigenlijk niet. Ik zeg, man, wat jij in die 6 maanden hebt gedaan, ja, daar kunnen veel mensen veel van leren. Dus ik zou zeggen, ja, luister veel en hard naar die nieuwe mensen die in uw team zitten. Ja. Luister naar hun ervaringen. Niet iedereen zal spiksplinternieuw in het team komen. Hè. We gaan al ervaring hebben in het bedrijf. Hè. Luister niet enkel naar hun ervaring, maar ook naar hun suggesties. Neem dat allemaal op, hè. Integreer dat en speel het dan terug, uiteraard. Hè. Met de meerwaarde die jij kunt bieden rond, daar een structuur in steken, hè. Objectieven die een stukje aangepast zijn aan ieder individu ook, waar je ook inspeelt op die persoon zijn vragen en zijn sterktes. Dat is ook zeer belangrijk. Piet, jij wou daar nog eens op inpikken, had ik begrepen. Microfoon staat niet aan. Ja, ik wil even inpikken op iets wat ik op de chat zie passeren. En het is ongelooflijk pragmatisch, maar ik geloof het heel hard. Is van, probeer toch, en ik weet dat het moeilijk is en dat het misschien ook mag op sommige punten, maar probeer toch in iets fysieks te voorzien, al was het maar 1 keer van op afstand met allemaal 3 meter tussen naar elkaar te gaan roepen, of wat dan ook, dat zijn mensen ook eens buiten. Letterlijk. Wij merken dat ook, hè, want wij telewerken tegen de sterren op. Maar af en toe fysiek samenzitten, en dat is dan letterlijk buiten soms met inderdaad 3-4 meter tussen, of met 4 in een zaal waar er 200 man in kan. Maar onderschat toch het fysieke niet. Dus als er enigszins... En wat iemand terecht in de chat zei, van, leg desnoods al vast dat je elkaar binnen 8 of 6 weken fysiek gaat zien. Maar geef een... En ik vond dat een heel goede suggestie, omdat dat... Dat fysieke, we kunnen hier van alles gaan praten erover. We kunnen van allerlei modellen bedenken, maar het fysiek, elkaar zien, ik heb het nog niet eens over aanraken, want dat mag niet, maar ja, het creëert meteen een andere dynamiek. Ja, ik denk dat dat een van de dingen is die we ons in deze crisis, waar we ons meer dan ooit van bewust geworden zijn. Om er even op aan te pikken, inderdaad, als we kijken naar onderzoek rond virtuele teams en wat maakt dat die goed werken, Eén belangrijk uitgangspunt is dat die elkaar gezien hebben. Fysiek. Ja? Want dat creëert een soort van calibratie van hoe spreekt die persoon, hoe functioneert, hoe gedraagt die persoon. Dat creëert een soort van calibratie. Oké, nu weet ik hoe dat die werkt en dan kan het wel virtueel verder gezet worden. Maar dus een fysieke ontmoeting in het begin van een nieuw team is bijzonder belangrijk. En ook natuurlijk niet vergeten de rol van de leider zelf. Dus we hadden het er straks over kwetsbaarheid. Je moet je ook jezelf laten kennen. We hebben een voorbeeld zo... of ik ben zo net een voorbeeld tegengekomen van een nieuwe manager die binnenkwam en die een bestaand team onder zich kreeg. En die eigenlijk ook niet goed de bedrijfscultuur begreep van dat bedrijf. Ja, die heeft enorm veel afgezien. Dus vandaar het belang van veel te luisteren. En andersom, als het een bestaande manager is, want ik zag dat in de chat voorbij komen, sorry dat ik de vraag niet juist heb beantwoord. Als het een bestaande manager is die een nieuw team heeft van
allemaal nieuwe mensen, ja, dan is het zeer belangrijk wat ik er straks zei, dat je een beeld brengt. Wat zijn de competenties van die verschillende personen, hun talenten, hun persoonlijkheid, zodat je dat netjes in elkaar kan passen. Ik denk dat we nog 5 minuutjes hebben, dus nog een paar vragen. Mensen die ook zeiden van ja, we mogen vandaag niet fysiek samenkomen, maar misschien eens wandelen hier en daar. Ook nog eens een tip met een paar mensen. Piet, misschien nog even inpikken op die organisatie, want ja, iedereen voelt het moet veranderen. De rol van de manager verandert ook. Mensen willen wel het gevoel hebben dat ze ergens bij horen, een sense of belonging hebben. Hoe moet dat zich vertalen in een organisatiecultuur? Er zijn al, in een organisatie, er zijn al vaak uitspraken gedaan over hoe groot een team idealiter is. Valt daar iets over te zeggen? Ja, ik las ook in de chat dat iemand vroeg hoe hou je de, ik vond het een heel interessante woordkeuze. Hoe hou je mensen geconnecteerd met de organisatie en het merk? Het woord merk viel me op, want ik heb jaren in de reclamesector gewerkt. En wat een merk typisch is, is iets ontastbaars. Is een gevoel van identity, is een gevoel van belonging. Hè? En in die zin is dikwijls interne en externe communicatie ligt heel, idealiter heel dicht bij elkaar. En ja, dat is ontastbaar. We merken dat dat ongelooflijk belangrijk is. Hè? We merken in deze tijd nou, des te meer dat mensen het ongelooflijk belangrijk vinden. En ik wil niet opnieuw het verhaal vertellen van het grote verhaal, maar dat is absoluut een deel van het verhaal. En ik denk dat voor de rest, als het fysiek niet kan, en ik weet dat fysiek van alles niet kan, maar goed, ook this too shall pass. En ik denk dat dat een les is, die moet, dat fysiek enorm belangrijk is, als het weer mag. Maar wat we, ja, bij gebrek aan fysiek, denk ik dat we het nu moeten hebben van symbolische acties. En ja, dat je symbolische team afzondert en zegt, dit zijn wij. Het is bijna een voetbalprobleem, met alles in de wereld van vlaggetjes en t-shirtjes. Dus hoe groot is een organisatie? Ik denk dat belonging kan in gigantisch grote organisaties en kan in kleine teams. Je kan ongelooflijk... Ik heb lang voor Coolblue gewerkt. Ondertussen is dat een paar honderd man, waarschijnlijk al meer dan 1000 man. Dat is een ongelooflijk club-klan-gevoel en dat is met een grote groep. Dat neemt niet weg dat je ook op klein teamniveau dat klantgevoel kan hebben en beide kunnen in elkaar bestaan. En meer nog, ik denk dat grote verhalen belangrijk zijn, maar ook kleine verhalen. Wij de mannen van de boekhouding, wij de mannen van de productie, dat dat ongelooflijk belangrijk is. En ja, laat daar dan wat gezonde rivaliteit ontstaan met andere afdelingen, maar dat klantgevoel is ongelooflijk belangrijk. Idealiter versterken al die kleine verhalen het grote verhaal. Maar ik denk dat je moet gaan kijken naar symbolische dingen, als je dat fysiek niet kan. Dat is dan team... teammotto's en teamvlaggen en dingen zijn, ik weet dat belachelijk klinkt, maar we grijpen ons vast aan wat we hebben momenteel. Misschien nog een laatste, Steven, voor jou. Iets wat we nog niet echt hebben aangeraakt, maar leiders, er wordt veel van hen gevraagd vandaag. Ze moeten er zijn voor hun teams, ze moeten goed communiceren, ze moeten zorgen voor elkaar. Maar wie zorgt voor de leider? Of wat als de leider zich doet verzuipen? Ja, ja, een bijzonder goede vraag. Wel, dat is denk ik dan de verantwoordelijkheid. Hier kan HR denk ik een heel belangrijke rol spelen. Dus om initiatieven op gang te brengen die net zorgen voor die middelmanagers en voor die leidinggevenden. It's lonely at the top, inderdaad. En heel vaak gaat het dan ook om personen die zeer verantwoordelijk zijn, die ook thuis veel verantwoordelijkheid willen dragen. Voor hen is de boodschap zeer duidelijk. Hè. Zelfzorg is belangrijk, nu meer dan ooit. Goed voor jezelf zorgen, je laten verzorgen. Maar wat kan gebeuren als initiatieven op organisatieniveau? Ik ga het voorbeeld geven van mijn eigen organisatie, bij Antwerp Management School. Daar heb ik mij vrijwillig aangeboden om sessies, seminars te organiseren voor in kleinere groepen, per departement, per team. Rond de brain balance, dat is een model om eigenlijk te zorgen voor je brein onder druk, onder stress en toch nog goede productiviteit en gezondheid na te streven. Dat werd enorm geapprecieerd en gesmaakt door de verschillende medewerkers. Gewoon het feit dat je is een tijdmoment creëert, gefaciliteerd door iemand die kan spreken over hoe ga je om met stress en tijdsdruk en
en isolatie en angst enzovoort enzoverder. Gewoon al het feit dat mensen daarover kunnen spreken in een kleiner groepje, waar er een zekere intimiteit is, waar een zekere vertrouwen is. En we weten uit onderzoek, gewoon uw lief en leed kunnen delen, dat is kunnen uitspreken, dat op zich al heeft een therapeutisch effect. Als je daar ook nog eens een model aan vasthangt of een aantal tips rond kunt geven van hoe dat je daar best mee omgaat, dat is dat nog eens dubbel interessant. Als ik er eentje mag uithalen, want de lijst is lang van dingen die je kan doen, als ik moet kiezen, dan zou ik zeggen zeker ja, een boodschap voor de introverte mannen aan de andere kant van de lijn. Je hebt de neiging om niet jouw leed te delen met anderen, want je wilt ook nog eens die andere mensen gaan lastigvallen in deze moeilijke tijden. Maak die fout niet. Het is enorm therapeutisch om je leed te delen met andere personen. Ja, stel je kwetsbaar op, deel dat met anderen. Krop dat niet op. Er is zelfs onderzoek dat heeft aangetoond dat het opkroppen van negatieve emoties kanker veroorzaakt. Doe dat niet. Ja, deel dat met anderen. Ik vrees, Steven, dat ik je zou moeten onderbreken. Sorry. Ja. Maar in elk geval, ik onthoud, praat erover. Praat met elkaar. Ja. Voor elkaar en zorg ook. Goed, voor jezelf. Dus onze tijd zit erop. Ik bedank iedereen van de deelnemers voor hun interesse en de vele, vele vragen en onderlinge tips. Heel leuk om zoveel interactie te zien. Dank aan Steven en Piet voor hun boeiende bijdrage. Hiermee komt meteen ook een eind aan onze volledige reeks van webinars in het kader van het corona-effect. We hopen dat u er iets aan gehad heeft. En als u nog vragen of feedback hebt, vul zeker de survey in die u meteen krijgt in uw mailbox en aarzel niet om ons te contacteren. Intussen wens ik u allemaal nog veel succes en bovenal uiteraard in deze tijden een goede gezondheid. Tot ziens.